de tent staat. De drankjes worden gekoeld. En er wordt nog snel de laatste hand gelegd aan het sanitair. De vrijwilligers van de jubileumeditie zijn er bijna klaar voor. Martijn Wilpstra is een van die 80 vrijwilligers en is al maanden bezig met de voorbereidingen. Hem maak je een dag voor de start echt niet meer gek. Het is nu zorgen dat alles op zijn plek terechtkomt. Het is pas echt stress op vrijdagavond om 7 uur. Als dat nog niet staat, dan hebben we stress. Bij Bert Koster begint het nu wel te kriebelen. Al 25 jaar komt hij trouw naar het festival en heeft goede herinneringen aan alle edities. Toch staat er in al die jaren eentje met stip op nummer 1. Nou, ik kan mij nog een editie herinneren. Toen was Golden Hearing hier. Ja, die zijn hier vaker geweest. Maar toen samen met Anouk. En toen was het hier echt uitverkocht. Stampend vol. Ik denk dik 3000 man dat hier geweest zijn. Hutje mutje, maar het was geweldig. Colonier is natuurlijk sowieso al een naam. En die combinatie maakt het geheel tot een geweldige avond. Dit jaar moeten onder andere de bands Vangrail en Roanerze het grote publiek vermaken. Het festival duurt 2 weekenden achter elkaar. En ook al moet het feestje nog beginnen, Bert Koster vreest nu al voor de periode na Sensation. Ja, na die tijden kom je toch een beetje in de gat. En dan kost je dan even een week om er doorheen te komen. Maar dat lukt ook wel weer. Hè? Dan is het maar 51 weken en dan hebben we de volgende editie alweer. Ja. Dan hebben we eerst wel even een paar dagen nodig om even bij te komen. En de boel te evalueren. En dan beginnen we weer opnieuw. Morgen barst het eerste feestweekend los in Middelstum. En er zijn nog kaarten beschikbaar.